Dit is Boots on the Ground. Van de laars in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent een aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. En aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronzen Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Welkom bij Boots on the Ground. Mijn naam is Gijs Tuinman. Wij zijn vandaag in het blokhuis, de gouverneurswoning, op het kasteel van Breda. De bakermat voor alle thinking soldiers van de Nederlandse krijgsmacht. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast, Dirk Boswijk. Hij is parlementariër, of misschien wel beter gezegd lid van de Tweede Kamer. Hij doet dat nou iets meer dan een jaar. Dat doet hij voor het CDA. Hij gaat vandaag hebben over eigenlijk de relatie tussen de politiek aan de ene kant en de krijgsmacht aan de andere kant. En het grijze gebied ertussen gaan we vandaag verkennen. Nou, mooi dat je er bent, Dirk. En boots on the ground, laten we beginnen. Want jij zit ondertussen alweer anderhalf jaar in de Tweede Kamer bij het CDA. En je controleert eigenlijk voor ons stervelingen, controleer jij het kabinetsbeleid. En dat doe je zowel op het gebied van landbouw, ja, als op het gebied van defensie, krijgsmacht, conflict en oorlog. Ja. Ja, en het is sowieso het afgelopen anderhalf jaar is echt een krankzinnige tijd geweest. Begon met de hele stikstofcrisis. Dat is natuurlijk mijn landbouwportefeuille. Daarna hebben we natuurlijk de evacuatie in Afghanistan gehad. En nu zitten we al met Oekraïne. Dus het is echt, dat leeft ontzettend veel. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik kan me goed voorstellen. Hey, en als we even uitzoomen. Hè? We hebben jou gevraagd van oké, hoe kijk je nou aan tegen oorlog, conflict, warfare. De manier waarop we er in zaken doen en wat dan eventueel strategie voor jou betekent. We hebben gevraagd van oké, wat voor gezelschapsspel zou voor jou een mooie zijn om als metafoor te kunnen gebruiken. En dat eigenlijk. Nou ja, dat is. Mijn eerste reactie was toen ik die vraag kreeg, dacht ik, joh, dat is stratego. Maar dat was meer omdat ik dat vroeger vaak speelde. Ja. Maar ik denk wel dat we nu zien dat conflicten veel meer hybride zijn en veel in een grijzer gebied zitten. En toen kwam ik toch een beetje op kolonisten en Catan uit. Waarom? We zien het bijvoorbeeld nu met Oekraïne, dat natuurlijk is het nog steeds een gevecht van staal tegen staal. Hè. Natuurlijk ontzettend veel de tanks allemaal gezien. Maar het is ook, en dat zie ik nu als parlementariër ook heel erg, het is ook het gas uit Rusland. Het is ook het graan uit Oekraïne. Wat weer een impact heeft zometeen en op korte termijn al in Noord-Afrika, waar er weer hongersnood ontstaat. Wat ook weer vluchtelingenstromen in potentie op gang kan brengen, wat ook weer een bedreiging van onze veiligheid is. Ja. Dus je ziet met het conflict wat we nu eigenlijk zien, dat daar veel meer mee samenhangt dan alleen het wapentuig, om het zo maar te zeggen. En dat veel, veel groter impact heeft. En dat je aan zoveel knoppen kan draaien. En als je aan de ene knop draait, dat de andere knop weer gaat draaien. Dus, en ik vind zelf bij Kolonist van Catan komt dat het beste tot uiting. Dat je veel verder moet kijken dan alleen SEC, het slagveld. Strategisch een beetje zwart-wit. Ja, ja. En er zijn een x-aantal zetten die je kunt doen en slimme combinaties. En als je die uit je hoofd leert, dan win je eigenlijk altijd. Nou, ik vind inderdaad, wat ik het mooie aan stratego vind, is dat je natuurlijk vanuit je eigen perspectief kijkt. En je weet niet wat de vijand precies doet. Dus je bent altijd met onzekerheden aan het schakelen. Dat vind ik er heel erg mooi van. Wat ik een heel mooi bijkomend voordeel is, dat je natuurlijk alle rangen uit je hoofd gaat leren als jochie van 10. Maar het is uiteindelijk toch inderdaad wel heel erg zwart-wit. Want er zit nog een hele wereld omheen die zorgt dat een leger opereert zoals die kan opereren. Natuurlijk logistiek. Maar er draait ook weer een hele economie omheen die weer zorgt met belastinginkomsten dat zo'n krijgsmacht überhaupt kan blijven draaien. Een ander conflict waar je dat wel hebt gezien is bijvoorbeeld Nazi-Duitsland aan het einde van de oorlog. Ja.
Dat ze zo lang volhielden was enerzijds omdat natuurlijk een heel groot deel van de bevolking gehersenspoeld was. In een politiek systeem zaten waardoor het moeilijk was om te stoppen. Maar ook omdat die economie tot op het laatste moment rolde de tanks nog van de band af. Dus dan zie je dat het niet alleen de posities in het veld zijn, maar dat er een hele wereld omheen zit die zorgt dat zo'n krijgsmacht nog heel lang door kan gaan. Ja, dat is meteen een mooi haakje. Hè? In deze serie hebben we het ook vaak over de rol van de geschiedenis, maar ook een stukje rol van theorie en een stukje rol van doctrine, hoe we de dingen eigenlijk doen. Hè? En de eerste die ik eigenlijk al wil stellen, waar je net over hebt, over de hiërarchie binnen de krijgsmacht, is heel duidelijk. Hè? Ik heb het hier ook, hè? Dus ik ben dan overste. Ja. Dus ik schijn dan belangrijker, in elk geval, meer te zeggen te hebben dan iemand die major is en minder dan iemand die generaal is. Maar hoe zit het eigenlijk in de politiek, Derek? Hebben we daar ook sprake van, een hiërarchie? Dat is een goede vraag. Hiërarchie zou ik het niet meteen noemen, maar iedereen heeft wel totaal andere rollen. Dat zie je natuurlijk tussen de coalitie en de oppositiepartijen. Maar ik heb daar eigenlijk wel een beetje een hekel aan. Ik heb dat wel een paar keer gezien, bijvoorbeeld met het hele Afghanistan debakel en de evacuatie daarin. Er waren natuurlijk bewindspersonen van de coalitiepartijen. Ik zit ook voor een coalitiepartij in de regering. En dan is het vaak een beetje de rol geworden dat je als coalitiekamerlid dan die bewindspersoon moet gaan beschermen van de coalitie. Ik ben daar toch iets vrijer in geweest. Ik denk, ja, weet je, het maakt niet uit of ik in de coalitie of in de oppositie. Ik moet gewoon de regering controleren. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En voor mijn gevoel deed ik eigenlijk helemaal niks geks. Maar ik merkte wel om me heen dat mensen het wel ingewikkeld vonden. Van joh, ga jij nou kritisch zijn tegenover je eigen minister? Maar ik vind dat eigenlijk gewoon een rol moet zijn. En ja, er is zeker een hiërarchie tussen Kamerleden die natuurlijk al 12 jaar zitten. Of ik die er net een jaar zit. Daar zit natuurlijk een verschil in. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, je moet gewoon op de inhoud moet je het verschil gaan maken. En daarom doe ik veel werkbezoeken. Laat ik me informeren door mensen die er verstand van hebben. Informeel is die hiërarchie er, formeel niet. En ik probeer er zo min mogelijk van aan te trekken. Maar ik kan me voorstellen dat het in de krijgsmacht wat moeilijker is dan in de politiek. Ja, nou, we maken hier een podcast over de boots on the ground. Hè? En dat is een soort militair gezegde in onze professie, dat de boots on the ground are always right. En als je dat verhaal wat je vertelt ook over de Afghanistan-crisis, en wat ik ook voor jou gezien heb in de media, en ook wat ze met jou over hebben gehad, zeg maar dat je op een gegeven moment een deel van die verantwoordelijkheid ook zelf voelt en eigenlijk aan de slag gaat om dat bij elkaar te brengen, om ook tolken en mensen die iets voor Nederland betekend hebben, waarin een verantwoordelijkheid voor hebben om die ook uiteindelijk hierheen te krijgen. En voor mij is dat wel een stukje boots on the ground. En ik merk dat zelfs in mijn eigen organisatie, die militaire organisatie, dat het soms best wel lastig is. Dus we weten allemaal dat het zo werkt, dat de mensen op de grond eigenlijk altijd gelijk hebben. En dat, ik denk dat het een goede grondhouding is dat je beseft hoe hoger je in je regie zit en meer bezig gaat met randvoorwaarden creëren, beleid, strategie, of misschien zelfs wel politiek, maar dan gaan we dadelijk van jou horen, is dat je, ja, ik denk dat het een goede grondhouding is om je elke keer te beseffen dat de mensen die aan de grond staan in principe altijd gelijk hebben. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat om hun verhaal te duiden te voorzien wat ze nodig hebben. Hoe zit jij erin? Nee, dat is exact de kloof die ik ook in de samenleving zie. Ik zie een wereld, de normale samenleving, om het zo maar te zeggen, waar mensen gewoon druk zijn met werken, een hypotheek betalen, kinderen naar school. En ik zie de politiek die daar inmiddels heel erg ver vandaan staat. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Tweede Kamer, daar is 98% van de Tweede Kamer zijn mensen die een hogere school of universitaire opleiding hebben gedaan. Terwijl dat 60% in onze samenleving is praktisch geschoold. Vroeger kwamen die mensen elkaar in de samenleving nog heel erg met elkaar tegen, bijvoorbeeld in de kerk of bij de dienstplicht. De dienstplicht hebben we niet meer, of tenminste hebben we nog wel, maar die wordt niet meer uitgevoerd. Mensen gaan niet heel veel en dan naar een kerk toe. Dus we zien dat verschillende groepen in de samenleving elkaar niet meer tegenkomen. Als jij een mbo-opleiding hebt gedaan, dan is de kans heel groot dat je in een bepaalde wijk woont, dat jouw kinderen naar een bepaalde school gaan, naar een bepaalde sportvereniging. En mensen met een hbo of universitaire opleiding een hoger inkomen hebben, ook in andere plekken nu wonen dan de normale man-vrouw. Waardoor je dus een hele grote kloof ontstaat tussen de
de praktijk waar mensen heel de dag mee bezig zijn. Kan ik mijn facturen wel betalen? Kan ik mijn hypotheken, mijn huur nog wel betalen? En de politiek die soms met totaal andere dingen bezig is. En dat is, hoe kan je die kloof dichten? Dat is denk ik enerzijds door als politieke partij te zorgen dat je mensen vanuit die praktijk ook echt in je partij gaat krijgen. Dus veel betere scouting, veel betere HR. En als volksvertegenwoordiger zoveel als mogelijk op werkbezoek te gaan. Echt actief je bubbel uit te gaan om die mensen op te zoeken die je vertegenwoordigt. Ja, wat in de militaire bedrijven heel belangrijk is en wat echt wel heel veel waarde aan wordt gehecht. Dat zie je hier ook. Hè. Toen we net naar binnen kwamen, zag je de kadetten de trap op en neer rennen met medicijnballen en stukken hout en dat soort zaken. Dus in de krijgsmacht, wat we heel belangrijk vinden, is, we hebben het over vakmanschap. Ja. Is dat je in iets heel goed bent en daar ben je zo goed in, weet je, dat je beter bent dan eigenlijk wie ever. Maar aan de andere kant, dat je ook heel goed weet hoe jouw specialisme past in het grote geheel eigenlijk. En dat zie je door die hele carrière heen. En het tweede, wat ik denk dat interessant is, als je naar dat militaire vakmanschap kijkt, is ook als ik naar mijn eigen ervaringen kijk, met tussen 55 en nu ook nog. Dus als je een team of een eenheid of zelfs een brigade op pad stuurt, of een EFP richting de Russische grens in Litouwen toestuurt, dan zit daar de totale gemengdheid van de Nederlandse samenleving, voor een groot deel zit daarin. Dus je hebt echt de specialisten, de chauffeurs, de lassers, maar ook de meewerkend voormannen die dat kunnen en het door kunnen vertalen. En degene die goed moeten nadenken, hoe past het in het geheel, die nadenken over communicatie en hoe dragen we nou uiteindelijk bij aan de grotere belangen van Nederland. En hoe zie je dat in de politiek terug? Ja, onvoldoende eerlijk gezegd. Ik zie dat in de politiek dat we ons toch nog te veel laten leiden door onze eigen belangetjes. In de krijgsmacht zeg je het inderdaad terecht. Dan heb je toch een soort mini-samenleving. Je hebt iedereen die goed in zijn ding is en die wordt daar ook op geloofd. En die krijgt die verantwoording ook. In de politiek zie ik toch dat het beeld heel erg bepaalt waar je mee bezig bent. Dus is er een schandaal in de krant, dan richten we ons daar weer volkomen op. En niet de lange lijnen en ook soms niet de populaire boodschappen, die laat iedereen maar een beetje links liggen. En dat is wel echt zonde. Daardoor kom je ook soms niet tot de kern. En dat zorgt er uiteindelijk ook weer voor dat het vertrouwen in de politiek ook afneemt. Omdat mensen denken, joh, ik heb hele andere zorgen dan waar jullie mee in Den Haag mee aan de gang zijn. Dus ik zou hopen en wensen dat wij wat meer in de politiek wat meer zouden overnemen van de krijgsmacht. Meer het samenwerken, meer het omzien aan elkaar. En ook accepteren dat sommige mensen van andere partijen op bepaalde dossiers veel beter zijn. En als zij een bepaalde lijn hebben gekozen, dat je ze ook daarin steunt. Ja, dat is een hele mooie dek. En weet je, ook weer hier hebben we het over politiek en krijgsmacht. We hebben nu eigenlijk allebei die dingen aan de buitenkant een beetje met elkaar verkend. En eigenlijk een beetje van onze eigen parochie gepreekt. En laten we wat meer de verbinding in het grijs gebied zoeken. Ik heb met groot interesse jouw boek gelezen over Theodore Roosevelt, de progressive populist. En ik heb wel wat aantekeningen erin gemaakt. Dus daar ben ik sowieso wel straks even teruggekomen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, je hebt één boek geschreven. En als je een boek schrijft, dan heb je er een reden voor. Waarvoor heb je gekozen voor een Theodore Roosevelt? Ja, ik vind zelf, Theodore Roosevelt is een van de beste presidenten van de Verenigde Staten. Alleen hij is relatief onbekend. We kennen in Nederland allemaal John F. Kennedy, Franklin Roosevelt, Lincoln natuurlijk. Maar Theodore Roosevelt is nog echt best wel onbekend. Terwijl dat ik denk dat heel veel van zijn leiderschap, wat hij begin 1900 toonde als president, dat we daar nu heel veel behoefte aan hebben. Ja. Het was voor mij, ik op dat moment toen ik dat boek ging schrijven, was er geen Nederlands boek beschikbaar. En ik dacht, ik moet een laagdrempelig boek schrijven met wat lessen die mij inspireren als politicus ook. Die ik heel graag ook andere mensen zou willen gunnen. Dus dat was de reden dat ik dit boek schreef. Maar ik zeg er meteen bij, joh, ik ben geen wetenschapper. Dus het is, er zijn nog veel betere boeken over te schrijven. Maar ik dacht, ja, dit is een eerste aanzet. Ja, en als we dan kijken naar die relatie tussen krijgsmacht en politiek. Nou, je gaat hier ook op in. Dat is natuurlijk een van de meest bekende quotes van Theodore Roosevelt. Speak softly and carry a big stick. En als je die quote van Theodore Roosevelt dan
pakt. Zeg maar, hoe zou jij dan de relatie tussen politiek en krijgsmacht willen duiden? Nou, het is opvallend. Hè? Ik heb dat boek in 2019 geschreven. En de afgelopen weken bij alle talkshows werd die quote heel vaak aangehaald. Ja. In relatie met de oorlog in Oekraïne. En hoe ik hem nu vertaal naar deze tijd. Speak softly and carry a big stick. Is enerzijds die big stick. Is heel erg belangrijk om te laten zien als een ander land jou wil binnenvallen, dat joh, wij hebben ook een krijgsmacht. En als je het waagt, dan krijg je meteen een klap terug. Dus dat houdt in, je moet zorgen dat je als westerse landen, dat je krijgsmacht op orde is. Dus onder andere dat ik vind dat je aan die 2% NAVO-norm moet voldoen. Dat enerzijds, maar een big stick zie ik ook iets breder. Dat je dan jezelf niet afhankelijk moet gaan maken van bijvoorbeeld het gas uit Rusland. Omdat als je weet, als het een Kimenis is, dan heeft Poetin je bij de ballen. Maar dat kan je ook zien naar de maakindustrie uit China. Hè. We hebben het met corona gezien. Binnen no time lag het hele alle logistiek stil. Dus heel veel middelen die heel normaal zijn, mondkapjes, van die wattenstaafjes om testen te doen, ja, die werden nog nauwelijks op het Europese vasteland gemaakt. Ook beademingsapparaten die wij bijvoorbeeld 30 jaar geleden nog in Eindhoven zelf maakten als Nederland, die bestaan nu uit 621 onderdelen die van 4 verschillende continenten moeten komen, waarvan de meeste fabrieken in China staan. Dus stel, ik hoop het niet, maar stel je zou ooit een keer in conflict komen met China, maar heel veel cruciale onderdelen voor jouw infrastructuur bijvoorbeeld komen daar vandaan. Ja, dan sta jij niet heel sterk met je big stick. Dus daarom denk ik, je moet en zorgen voor een goede krijgsmacht die stevig is. En je moet zorgen dat jij ook geopolitiek wat minder afhankelijk van die landen bent. En dan het speak softly, ja, dat heb ik me ook over verbaasd de afgelopen maanden, is dat we natuurlijk wapens hebben geleverd aan Oekraïne. Wat ik overigens prima, ik snap het. Maar we daar zo openlijk over gingen communiceren. Van joh, vandaag gaan er zoveel stingers in deze vlucht naar Oekraïne toe. Ja, dat lijkt me niet handig. Hè? Dat jij Oekraïne steunt, dat snap ik. Maar communiceer daar niet opzichtig op. En ook vind ik het niet verstandig dat er op dit moment bijvoorbeeld heel erg wordt geflirt met joh, Oekraïne moet dan maar versneld lid worden van de EU. En denk, ja, dan geef je juist Poetin weer een excuus om te zeggen tegen zijn bevolking van kijk eens, ze moeten ons als Europa niet hebben en ze willen nu ook Oekraïne in hun invloedssferen trekken. Ja. Dus die quote wordt nog niet heel goed toegepast, eerlijk gezegd, als je het mij vraagt. Ja, vind ik interessant wat je zegt, hè? Want kijk, wat ik er wel even uitpikte, zeg maar. Ik weet niet precies wat de datum was. Hè. Begin 1900. Dan stuurt Theodore Roosevelt, stuurt de Great White Fleet, stuurt hij eigenlijk in een rondje om de aarde. Ja. En ik heb er even mee geworsteld is het nou speaking softly? Ja. Omdat, dus in principe in die tijd zijn natuurlijk allerlei dingen aan de hand. Hè? De Russisch-Japanse oorlog is net ten einde in 1905-6. Daar speelt Roosevelt een grote rol in om dat te bemiddelen. Krijgt hij uiteindelijk nog een Nobelprijs voor de vrede als eerste Amerikaanse president. Ja. En vervolgens stuurt hij dan die Great White Fleet om de wereld rond. En weet je, wat is dat volgens jou? Speaking softly of is dat showing a big stick? Ik denk dat dat een vorm is inderdaad van showing the big stick. Kijk, waar wij natuurlijk met de Poetins van deze tijd hebben te maken, had hij met onder andere een keizer Willem II. Waar hij overigens op dat moment best wel een prima relatie mee had. Mm. Maar die heeft hij gekregen, die relatie, omdat hij, er moet een paar jaartjes teruggaan, dat Venezuela had heel veel schulden bij Duitsland, het keizerrijk Duitsland. En keizer Willem II die zat met het idee te spelen van joh, misschien moet ik Venezuela maar binnenvallen. Ja. En waarom niet, hè? Ja, waarom niet? Ja, dat kon in die tijd wat makkelijker. Overigens gebeurt het nu nog. Maar. Ja. En dat is toen voor Roosevelt geweest. Zeg, joh, als je dat doet, dan krijg je met mijn vloot te maken. En dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat keizer Willem II dus toch eigenlijk een stap terugzette. Maar ook daardoor Theodore Roosevelt wel begon te waarderen. En dat zie je toch heel vaak met dictators in de geschiedenis. Als je ze elke keer hun zin maar geeft, dan hebben ze op het einde helemaal geen respect meer voor je. En dan pakken ze alsnog alles wat ze willen. Als jij ze met gelijke
munt terugbetaalt, dan kan het soms juist zorgen dat zo'n dictator, bijvoorbeeld een keizer Willem II, denkt van shit, het is menens, ik moet niet met de Tieren Roosevelt aankloten, dus ik accepteer hem maar als mijn gelijke. Ja, het is een beetje als kolonisten van Catan. Hè? Ik heb de kinderversie meegenomen, want ik krijg altijd het commentaar dat ik heel moeilijk praat. En ik moet altijd Jip en Janneke taal vertellen, dus ik neem de kinderversie mee. Ja, klopt. De ananas, hè? Ruilen tegen het meel. En dat je dan op het moment dat de ander het nodig heeft, het misschien even een keertje niet doet. Exact. Zo is het inderdaad. Ja, ja, heel mooi. En ik had je een vraag meegegeven in de voorbereiding natuurlijk. Ik wil ook wel een beetje doen langs de lijn van wat het onderzoek, maar ook het nadenken over Theodore Roosevelt, die uiteindelijk heeft opgeleverd. Hè. Is van, je gebruikt zelf ook al wat historie en dat soort zaken meer. Maar wat zou eigenlijk hetgene zijn wat je zeg maar aan de militairen, aan de krijgsmacht mee zou willen geven om zich, ja, misschien als je het hebt over militair aan de ene kant en politiek aan de andere kant. We doen het best wel zwart-wit altijd. Is in de media ook van wij en zij. Ja. Maar wat is jouw boodschap vanuit jouw 1 jaar als volksvertegenwoordiger om die militairen wat meer op te laten schuiven richting het midden? Hè? Dat we beter begrijpen wat aan de hand is in plaats van tegen dat we met jullie kunnen strijden. Ja. De krijgsmacht heeft natuurlijk een hele erge can-do mentaliteit, wat natuurlijk goed is. En we hebben natuurlijk in Nederland zo geregeld dat wij als politiek de kader schetsen. En je als de krijgsmacht eigenlijk heel plat gezegd moet uitvoeren. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de afgelopen jaren, of decennia moet ik zeggen, op bezuinigingen bijvoorbeeld, dat er elke keer politiek een besluit werd genomen, overigens ook door het CDA, van er moet bezuinigd worden. En dat werd over de schutting gegooid bij de krijgsmacht. En die zeiden gewoon eigenlijk van joh, we gaan het regelen. En dat is eigenlijk heel lang doorgegaan. En ik vond het wel, geloof vorig jaar is het geweest, dat de operationeel commandanten natuurlijk een opiniestuk schreven van jongens, het piept en het kraakt, het kan niet meer. En ondanks dat er het afgelopen kabinet wel iets meer is geïnvesteerd, is dat nog lang niet voldoende. En ik vond dat dus heel mooi dat de krijgsmacht uit zijn traditionele rol stapte en zeiden, ja jongens, wij moeten nu echt voor onszelf opkomen en ook gewoon zeggen wat wel kan en wat niet meer kan. Ik zou dat eigenlijk veel meer willen zien. Kijk, tuurlijk, uiteindelijk ligt het besluit van worden we ergens ingezet, ja of nee. Dat is iets aan de politiek en op welke manier. Maar ik denk dat de krijgsmacht veel meer zichzelf zou moeten uitspreken van jongens, wij denken dat dit nodig is en daar ook zich veel meer mengt in het publieke debat ook. Oké, dus maar zouden ze jouw boek moeten lezen? Of heb je misschien een andere tip? Ik denk dat iedereen dat boek zou moeten gaan lezen. Dat zou, maar ik denk misschien meer in de politiek dan in de krijgsmacht. Want ik denk dat de mentaliteit in de krijgsmacht er al heel erg in zit. Maar ik vind wat ik zo mooi aan Theodore Roosevelt vind, is zijn echt boots on the ground, om even in het term te blijven. Dat belichaamt hij natuurlijk. Hij is, toen hij onderminister van de marine was, heeft hij natuurlijk de hele tijd gepleegd van jongens, we moeten de oorlog verklaren aan Spanje om uiteindelijk Cuba te bevrijden. Toen die oorlog uiteindelijk werd verklaard, toen zei hij ook, hey jongens, nu ga ik zelf ook meedoen en ik meld me aan als uiteindelijk ook als overste in eerste instantie bij de bevrijding. Niet zo nee, precies. Nee. Hij is daar ook, hij is ooit begonnen als luitenant, maar hij is daar uiteindelijk ook, heeft hij daar het verschil kunnen maken. Dus ik zie daar eerlijk gezegd veel meer lessen voor mij in de politiek, omdat ik zie dat heel veel normen en waarden in de krijgsmacht, dat we die in de politiek veel meer nodig zouden moeten hebben. En dan even omgedraaid, hè? Wat zou dan zeg maar de boodschap zijn naar je politieke collega's of collega's, zeg maar, zeg van oké, weet je, om die wat meer op te laten schuiven in het begrijpen waar krijgsmacht en politiek zich dan verenigt. Wat zou de tip zijn? Het meerdere. Kijk, mijn eerste tip is kom naar de commissievergaderingen Defensie. Dat klinkt een beetje gek, maar we hebben op dit moment 20 partijen in de Tweede Kamer. Maar er komen ongeveer 4 partijen naar de commissievergaderingen Defensie. Alleen als er stront aan de knikker is, toen met de evacuatie uit Kabul. Toen zaten alle partijen er en bij Oekraïne. Maar een groot deel van de vergaderingen, ja, zie ik er veel te weinig. En ik zou echt, de krijgsmacht verdient dat zo erg, dat iedereen daar ook de aandacht aan besteedt. We hebben nu in Oekraïne zien we ook dat de krijgsmacht echt de hoeksteen van onze hele democratie en vrijheid is. Dus het zou beginnen met kom naar de commissievergaderingen toe. Maar ook Defensie organiseert heel vaak ook werkbezoeken. Daar
ga daarheen. Maar lees je ook in. Hè? Lees literatuur over de geschiedenis, over de krijgsmacht. Om gewoon weer te beseffen van joh, onze vrede en veiligheid is niet vanzelfsprekend. We leven inmiddels nu al zo lang in vrede en veiligheid. Maar er is niemand die jou een garantie geeft dat dat volgend jaar nog steeds zo is. Ja, maar is dat niet ook een boodschap naar de krijgsmacht toe? Dat we gewoon... Heel als gezegd, de interacties zeg maar, met de krijgsmacht misschien ook gewoon wat, ja, heel als gezegd, wat leuker moeten maken. In de zin van, wat ik het lastig vind, als we het hebben over krijgsmacht en zodra we de inhoud ingaan, dan heb ik het over joint, combined. Heb het over, wat je nu heel veel hoort is verbonden wapens. De vraag is, wat zegt dat uiteindelijk dan voor de rest van de wereld? Dat is een vocabulaire. Ja. Het is misschien zelfs wel een soort taal die wij met z'n allen hier spreken in deze pakken. En ook een verdwaalde wetenschapper of een Rob de Wijk die denkt of weet. Ik denk, nou ja, een goede vriend van me. Ik denk dat hij het wel weet. Ja. Die nog wat mee kan doen. En dan houdt eigenlijk wel op. Dat betekent eigenlijk dat als ik tegen jou zeg van oké, Dirk, leg eens uit wat joint warfare is. Dan kan ik nu vertellen dat, ik ben ook docent geweest hier voor de Hoge Defensievorm. Dat je per definitie een onvoldoende krijgt. Klopt. Nee, dat weet ik zeker. En ik denk sowieso één tip is gebruik minder afkortingen. Ja. Ik probeer ze er elke keer weer in te stampen als wij een briefing hebben. Denk ik, oh, die moet ik echt onthouden. En, maar dat zou al heel erg schelen als je dat gaat skippen. En inderdaad veel meer in tussen aanhalingstekens normaal Nederlands gaat praten. En toch een beetje meer de Jip en Janneke taal uitleggen. Joh, hoe ziet de wereld eruit? En hoe ziet onze krijgsmacht eruit? En wat zijn onze dilemma's? En daar mensen veel meer in mee te nemen. Maar jouw analyse die je helemaal aan het begin maakte. Dat is denk ik ook wel precies waar de pijn zit. Is dat die kloof tussen de samenleving en defensie heel erg groot is geworden. Dat kijk, vroeger hadden we natuurlijk de dienstplicht. Toen wist iedereen een beetje waarom hebben we een krijgsmacht? Hoe werkt een krijgsmacht? Wat zijn de rangen? Wat zijn de wapensystemen die we hebben? Waarom hebben we die wapensystemen? Hoe zit de samenwerking met andere landen? Allemaal hele basale dingen die nu alleen de mensen die binnen een krijgsmacht of daaromheen mee aan het werk zijn. Maar de rest van de samenleving heeft eigenlijk geen idee. Ik ben heel groot pleitbezorger voor meer inzet van reservisten. En niet ter vervanging van een beroepsleger, helemaal niet zelfs. Maar echt als aanvulling. En ook om de samenleving veel meer dat burgers ook veel meer een rol hebben in het ondersteunen van de krijgsmacht. En dat kan vrij breed zijn. Ik geloof daar veel meer in. Ook in het Scandinavische model, het dienstrecht, om veel meer jongeren aan te spreken van joh, die drempel te verlagen. Laat gewoon zien dat die krijgsmacht een mooi bedrijf is waar je carrière kan beginnen. En dat vraagt ook wel meer van de krijgsmacht dat je meer op de borst mag kloppen. Wat een mooie organisatie je ook bent en wat je ook te bieden hebt. Los van dat je met een wapen om kan gaan en dat belangrijk is. Maar ook zoveel de normen en waarden die wij in de samenleving echt nog wel een beetje missen als je het mij vraagt. Ja. Mooi, Dirk, dat je het hebt over de dienstplicht of dienstrecht. Of Michael Ruperti, geloof ik, noemde het op LinkedIn dienrecht. Ja. En ook iets holistischer eigenlijk. Ik wil even uitzoomen. Want als je namelijk uitzoomt en je gaat naar het begin 18e eeuw, hadden we Napoleon. En Napoleon interesseerde een nieuwe manier. We hebben het vaak over revolutions en military affairs. Ja. Een nieuwe manier voor oorlogsvoering. Dan noemde hij levée en masse. Ja. De krijgsmacht van de massa. Waarbij hij eigenlijk ook conscription, dus de dienstplicht invoerde. Wat maf is, als je het hebt over politiek en krijgsmacht, dan zie je wat Napoleon deed, was hij deed zowel staatshoofd als zijn de oppergeneraal, opperbevel van de krijgsmacht, verenigde die bij elkaar. Ja. En wat maf is, als je wat verder naar de tijd gaat, dan ga je bijvoorbeeld iets zelf voor had, waar Theodore Roosevelt natuurlijk ook in leefde. Ja, dus de wederopstanding van het samengaan van de Pruisische Rijken in Duitsland. Ja. En dan heb je Helmut von Moltke de Elder, dat was eigenlijk de geestesvader van dat gedachtegoed achter koning Willem II. En die zei eigenlijk over die politieke militaire dialoog, of die interactie, zei hij van, maar de politiek beslist, zeg maar, of we ten strijde trekken of niet, en die beslissen de doelen. Ja. En de krijgsmacht, de generaals, die maken het plan en die voeren het uit. Dus de krijgsmacht moet zich niet bemoeien met de doelen en moet zich niet... De politiek moet zich niet bemoeien met hoe je dat doet eigenlijk. Ja. Hè? Een soort tweedeling. Later zie je naar de Tweede Wereldoorlog is gedachtegoed van Samuel Huntington. Die heeft over de soldier and the state. Dat is eigenlijk een beetje het paradigm met z'n allen in leven. En die zegt eigenlijk van, ja, maar je moet de staat en de overheid die gekozen zijn, die eigenlijk geen machtsinstrument hebben,
Dus je moet je eigenlijk beschermen tegen de mogelijke overheersing van de krijgsmacht. Want de krijgsmacht is eigenlijk de enige institutie die in staat is om dat gekozen gedrag omver te werpen en een militaire dictatuur te installeren. Dus wat heb je nodig? Altijd een krijgsmacht die onder civiel gezag staat. En het bijzondere is, en nu, de laatste 30 jaar eigenlijk, zie je dat er ook een aantal andere wetenschappers zijn. Hè? Bijvoorbeeld Peter Fever, die heeft geschreven een boek Armed Servants. En die heeft gekeken naar eigenlijk conflicten na de Tweede Wereldoorlog, 30 of zo. En die zegt eigenlijk, je hebt altijd een vorm van working en shirking. Ja. Working is een beetje dat construct van Samuel Huntington. Dus ik moet uitvoeren wat jij zegt, heel hard gezegd. Ja. En shirking betekent eigenlijk dat ik zeg, ja, Dirk, het is allemaal leuk en aardig, maar dit zouden wel eens deze consequenties kunnen hebben. Jij vraagt misschien wel om een vliegdekschip, maar wat je eigenlijk bedoelt zijn, eenheden die contact leggen met de bevolking. Op die manier het perspectief op Nederland bijvoorbeeld veranderen. En als je die vier paradigms pakt, dus heb je een beetje over geschiedenis, theorie en doctrine. Ja. En waar haal jij dan je inspiratie uit als je morgen weer richting Den Haag vertrekt? Nou ja, ik geloof wel echt in die allerlaatste ideeën. Namelijk dat, het is waar dat natuurlijk wij als politiek gaan over waar wordt de krijgsmacht ingezet. Ik denk dat dat een hele goede verhouding is. Maar ik vind dat het de afgelopen, sinds Napoleon heel erg dogmatisch wordt gedaan. Dus dat een militair altijd maar klakkeloos uitvoert wat wij als politiek vragen. Ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat we dat ook wel in vrij recente geschiedenis hebben gezien. Hè, bijvoorbeeld inzet in Afghanistan. Is het nou een opbouwmissie? Is het nou een vechtmissie? Dat we hele semantische discussies gaan krijgen in de Tweede Kamer. En dat de krijgsmacht daar toch onvoldoende heeft gezegd. Maar jongens, er wordt wel degelijk gevochten. En wij hebben misschien juist wel meer dan 1000 mensen nodig. Terwijl de politiek zegt, ja joh, wij zeggen 1000. Dat past mooi in het beeld. Ja. Dan had eigenlijk de krijgsmacht veel meer moeten zeggen, ja jongens, maar wij hebben dit gewoon nodig. Omdat jullie zeggen, we willen een provincie opbouwen. Daar hebben we deze instrumenten voor nodig. En geef ons die ook. Ik denk dat dat er dus te weinig gebeurd is. En ik denk dat dat inmiddels wel iets meer gaat gebeuren. Want ik geloof namelijk dat wij als Tweede Kamer en als politiek best wel een beeld hebben van waar moet het uiteindelijk op de lange termijn heen. Maar wij onvoldoende kennis hebben om te bepalen wat moeten wij precies aan krijgsmacht inzetten. En welke wapens en welke hoeveelheid mannen en vrouwen. Dat is specialisme wat de krijgsmacht per definitie heeft. En die moet ze ook gewoon gevraagd en ongevraagd geven, als het mij vraagt. Ja, interessant. Je hebt gevraagd en ongevraagd. Maar wat je het over hebt is natuurlijk informatie. Ja. En wat mij triggerde uit jouw boek is dat je eigenlijk zegt van Theodore Roosevelt in zijn tijd, in zijn zeitgeist, dat hij eigenlijk een van de eerste is die zeg maar de waarde inziet van de camera, dus de fotostijl, ja. De camera waarmee je weer de beelden kan opnemen en media. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. We leven natuurlijk in een tijdperk waar we met z'n allen zeggen dat de wereld fundamenteel veranderd is. En dat de informatiestromen snel gaan. En dat wij eigenlijk niet meer onszelf zijn, maar dat we eigenlijk min of meer geregeerd worden door het algoritme van Google en Facebook. En dat vind ik wel heel intrigerend. En, want ja, als je dat mij vraagt, als ik terugkijk in de tijd, je kunt je afvragen dat in al die snapshots in time, of dat niet, en even de techniek daar laat, of dat niet ook het geval was. Hè? Dus als je zegt van, als je het zo neer zou leggen van dat algoritme, dat is niet het algoritme van Facebook, van Google of de techbedrijven. Want het algoritme is eigenlijk hoe jij in je hoofd uiteindelijk gewired bent. En wat is informatie is, of misschien ook wel indoctrinatie, waar we het soms over hebben. Hè? Dat we met giftige informatie en mis- en desinformatie worden gevoed. Dat gaat natuurlijk allemaal hier die grote bovenkamer in. En uiteindelijk komt er iets uit. Hè, dus non-verbaal, verbaal of een stukje tekst. En dat is natuurlijk lastig. Maar ik ben wel heel benieuwd zeg maar, wat jouw perspectief er is. Zeker in wat het dan betekent in die relatie tussen de politiek en de krijgsmacht. Nou kijk, desinformatie en je bevolking proberen te beïnvloeden is natuurlijk niet iets nieuws. We hadden het net over Napoleon. Toen hij in Moskou toch uiteindelijk de terugtocht moest blazen, dachten ze in Parijs dat ze hadden gewonnen. En ook met de keizer gaat het goed en zijn gezondheid is goed. En ondertussen stierven er echt 100.000 mensen tegelijk.
En dat, in die zin is er niks nieuws. Maar waar ik me wel wat meer zorgen over maak, is dat de hoeveelheid informatie die iemand nu verwerkt krijgt, dat wel een stuk meer is dan bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden. En dat je toen toch ook nog wel een soort een filter tussen had zitten. Bijvoorbeeld journalisten die nog echt wel echt duiden van is dit waar, en nog een soort extra macht. Tegenwoordig kan wel met Facebook en social media iedereen nieuws maken. En mensen zelfs Facebook als een bron gaan gebruiken op wat zij zelf besluiten om te gaan doen. Uiteindelijk is natuurlijk iedereen moet die keuze zelf maken in zijn eigen hoofd. Maar ja, zijn er toch denk ik veel mensen niet meer in staat om echt onderscheid te maken tussen wat is waar en wat is niet waar. En dan vind ik, ja, social media maakt me daar toch wel een beetje zorgen over. Dat ja, heel makkelijk is voor mensen die kwaad willen om bepaalde mensen gekke dingen te laten doen. Wat ook bijzonder is, is Dirk. We hebben hier Steven bij ons. En Steven is eigenlijk een kunstenaar. En waar hij heel goed in is, is in het visualiseren van ideeën, concepten, maar ook teksten en dialoog die wij net hebben gehad. Als je nou hebt over informatie, desinformatie, indoctrinatie. Wat ik wil doen is zometeen Steven eigenlijk een terugblik laten geven, reflectie op ons gesprek op basis van zijn visualisatie. En dan even jou daar ook op laten reflecteren van is het nou de boodschap die je naar buiten had willen brengen, of zit er misschien wel iets meer in, hè? Dus dat de boodschap die wij samen hier gecreëerd hebben wel groter is dan de optelsom van ons als de twee losse onderdelen. Ja, nee, leuk, ook wel confronterend denk ik, dus ik hoop dat het iets moois is. Ja, laten we doen. Okido, de visuele samenvatting van de podcast Politiek en Krijgsmacht. Dirk en Gijs, ik heb jullie horen praten. En als je krijgsmacht vergelijkt met een spel, dan zou het eerste zich opdringen, omdat het een heel strategisch spel is. Maar eigenlijk komt kolonisten van Catan veel meer in de richting van complex warfare, omdat het gaat over voedselvoorziening, het gaat over energievoorziening, het gaat over mensen, het gaat over bezit, het gaat over grondpositie. Dus er grijpt eigenlijk in warfare veel meer in dan wat je eigenlijk zou kunnen omschrijven als staal tegen staal. En hetgene wat ingrijpt, dat is eigenlijk zo complex dat er ook heel veel kennis aan is gekoppeld. Dus zowel in de politiek als vanuit de krijgsmacht wordt er een hoop over gevonden en over bedacht. Maar het is niet per definitie zo dat als je hoger gerankt bent, dat je dan ook meteen de slimste in het veld bent. Dus dat is een hele nauwkeurige samenhang tussen ranking en knowledge, om met elkaar zowel politiek als in de krijgsmacht tot een consensus te komen. Nou, en die consensus die omschrijft Dirk, als die kijkt naar de samenleving, dan leven we eigenlijk heel erg in hokjes. En Gijs geeft aan van, joh, maar als wij in een krijgsmacht zitten, in een operatie, dan zijn we wel echt één geheel. Dus daar zit mbo, hbo, wo, jong, oud, dik, dun, zit daar door elkaar. En terug in die samenleving, ja, is het eigenlijk een gescheiden geheel. En dat is ergens, jammer. Maar mooi om te zien wat voor normen en waarden er eigenlijk in zo'n krijgsmacht leven als je met elkaar voor zo'n operatie gaat staan. Speak softly, carry a big stick. Dat is nu iets wat veel herhaald wordt. Dirk conformeert met Europa aan een 2% NAVO-norm. Maar ja, er is veel meer aan de hand. Alles hangt samen. En dan kom je weer eigenlijk op dat hybrid en die complexity. En je wilt eigenlijk als krijgsmacht of als Nederland of als Europa onafhankelijk zijn. Dus weet dat je grondstoffen wereldwijd verbonden zijn. Weet dat je intelligence en je data wereldwijd verbonden is. Weet dat je resources niet onuitputtelijk zijn. Dus die big stick, ja, die is best wel lastig te vormen. En hoe gaat dat vormen dan? In principe is het zo dat politiek als eerste komt. Die bepaalt het doel en die geeft eigenlijk een to-do-list aan de krijgsmacht. En het is dan aan de krijgsmacht om daarop te reageren en die to-do-list zo goed mogelijk uit te voeren. Maar daar zit dus de crux tussen knowledge en ranking. En Dirk moedigt eigenlijk aan Defensie van, joh, wees assertiever, meng je in, voed ons op.
Kom naar onze commissievergaderingen. Neem deel, want wij kunnen het als politiek niet alleen behapstukken. En hij zet eigenlijk ook de deur open om ook die samenleving veel meer daarin te betrekken. Gebruik te maken van reservisten, vrijwilligers te verwelkomen. Om eigenlijk die waarde van het apparaat defensie, zoals we dat in Nederland kennen, om die waarde ook in die samenleving te krijgen. En vervolgens hebben jullie met elkaar gesproken hebben we teruggekeken naar Napoleon. Dat is eigenlijk een voorbeeld waarbij die warfare ook door samenleving en krijgsmacht gedragen werd. We hebben wat in literatuur afgedaald, waarbij een scheiding, soldier en state. En ik heb ook bewust even Nederland op de wip gezet. Van hey, we willen dat eigenlijk vanuit Nederland één geluid maken. Maar we zijn verbonden aan Europa. We zijn verbonden aan de capaciteit van onze krijgsmacht. En vervolgens zie je dat er dus een politiek besluit. Ja, dat kun je haast niet meer alleen maken als je over zo'n groot defensieapparaat praat. Het bijzondere daarvan is, en hier wordt het natuurlijk bijzonder, de manier waarop je de wereld inkijkt is gekleurd door je eigen perceptie, je eigen mening, je eigen partijvorming. En algoritme grijpt daar eigenlijk nu heel erg op in. En het zijn haast onze mobieltjes die ons nu opdringen wat goed of fout is. En in die crux hebben we vandaag denk ik afgedaald en boots on the ground gezet. En ben ik heel blij met de inbreng die ik heb aan mogen horen. Dank daarvoor. Ja, het is knap zeg om dat zo'n gesprek samen te vatten en ook visueel te maken. Dus echt leuk om dit zo te horen. En ja, ook wel weer een reflectie voor mezelf moet ik zeggen als ik dit zo weer hoor. Ja, ik ook. Steven, ontzettend bedankt. En als ik jouw verhaal zo hoor, dan heb ik eigenlijk aha-erlebnissen. En denk ik, weet je, er zit eigenlijk meer in dat wij misschien met z'n tweeën hier gedacht hebben. En daarmee wil ik me eigenlijk ook voor vandaag afronden. En allereerst, Steven, bedankt voor je bijdrage. We gaan je de volgende keer weer zien, dus keep up the good work. En Derek ook, ga je zo meteen hier het kasteel af begeleiden. En dan hoppakee, snel weer terug naar Den Haag. Dank voor jouw tijd en als de luisteraars nog commentaar hebben of vragen willen stellen, dan zien we dat graag terug. En wie weet snel tot de volgende keer. Boxdirk. Dankjewel man, leuk om te doen, dankjewel. Boots on the ground.